Er was eens ene Kevin. Ene Kevin die de Joste Cup finale won. Jawel, de Joste Cup finale van deze grote Sanne. Nou, dat is niet voor veel mensen weggelegd. Kevin is een heel speciaal persoon. Met een fantastisch team. Het is echt glorieus. Het is fantastisch. 93 Firmino. Het gaat maar door met dat soort ratings en met dat soort namen. Gewoon te grote namen. Hij heeft ook de foto trouwens. Geweldig is het. En zoveel klasse in zijn spel. En hij won zo dik van mij. Hij heeft maar liefst 5 goals. Ja, ik maakte de 4, maar hij maakte 5 goals. En speelde de sterren van de hemel. Hij deed onze eigen Kevin uit Snake, hoop ik. En deze Kevin, het is een heel speciaal geval. Heel positief speciaal geval. Hoe kon iemand nou zo goed in FIFA zijn, maar toch geen top 100 halen? En dat verdient hij wel. Hij is zo'n geweldenaar. Een geweldig gevoel voor humor ook. Echt, de grappen gaan maar door. En de pranks gaan maar door. Hij heeft zelfs mij geprankt. Hij kan iedereen pranken. Het is eigenlijk gewoon een geweldenaar. Dus ook jij moet oppassen, want Kevin heeft wat in zich. Dat jij gewoon geprankt wordt. Het is niet normaal. En deze man weet precies wat hij moet doen. En precies wat hij moet doen in elke situatie. Dan is er weer een prank nodig. Dan is er weer een grap nodig. Dan is er weer even een weerwoordje nodig. Dan is er geldwoord nodig. En vervolgens is er weer even een klassevoetbal nodig op FIFA. En zelfs op Fortnite mensen. Nou, daar raak ik niet over uitgepraat. Die klasse die hij met zich meebrengt. Hij speelt eventjes mee en gelijk de eerste win voor Sanne. Nou, hij zorgt echt voor bepaalde krachten, mensen. En dan staat hij gewoon, staat hij in de battle. En dan ziet hij hoe hij doodgaat. En hij denkt van, ze gaan niet dood. En wat doet hij? Hij weet zich gewoon te weren tegen de tegenstander. Weet gewoon precies waar hij zich moet positioneren. En redt ons gewoon. Het is echt een redder in nood. Hij weet precies hoe die anderen moet verblijden. En hoe anderen weer tot leven gewekt moeten worden en weer de strijd kunnen voortzetten. En dat lukte dus ook, waardoor we dus gewoon wonnen, dankzij Kevin. En had hij nou ook een kill? Ja, eigenlijk moet hij wel een kill hebben gehad, maar hij heeft geen kills nodig voor zijn klasse. Sommige mensen hebben kills nodig om te laten zien dat ze een beetje Fortnite kunnen. Hij heeft dat niet nodig. Hij heeft een andere rol. Iedereen redden. Hij redt iedereen. Het is echt een fenomeen. En dan heb je dus FIFA. Dan heb je ook Fortnite. En wat kent hij allemaal nog meer? Ik weet het niet. Het is te veel om op te noemen. Hij kan alles. Hij kan alles gamen. Van schietspellen tot voetbalspellen tot basketbalspellen. Hij kan het allemaal. En dat van een Fries. Het volk is gek. Maar ja, toen werd Kevin geboren. Toen werd Kevin geboren. En toen kwam er dus een enorme verandering. Want Friesland, het is eigenlijk een ander land. Gewoon niet echt bij Nederland. En toen kwam Kevin. Spreekt de Nederlandse taal vloeiend. Zit zelfs op HAVO. Dat kennen ze in deze Friesland. Hij zit gewoon op HAVO. Het is echt bizar. En dan ook nog zo goed zijn in gamen. Ja, meestal die slimmeringen zijn niet zo goed in gamen. Aan de andere kant, meestal zitten ze vaak op een kamertje. Maar hij kan het allemaal. Hij kan leren, hij kan huiswerk maken, hij kan gamen. Hij kan ook pranks doen. Ja, het is echt te gek voor woorden. Die man kan alles. En dan kennen we nog niet eens zijn stem. We hebben hem niet eens gehoord. Weet je niet hoe die eruit ziet? Wel van een paar jaar geleden. Toen zag hij er al trouwens prachtig. Hallo. Ja. Toen zag hij er trouwens al prachtig uit. Dat was echt niet normaal. Als ik de foto in beeld kan laten komen, dan komt hij nu. En dan zien jullie echt. Hij ziet al die smaal, zijn blijdschap. Hij had toen al die levenslust. Hij zit ook op voetballen namelijk. Hij kan het ook al. Hij kan het op een FIFA-spelletje, maar hij kan het ook gewoon in het echt. En dan hebben ze de stem dus nog niet eens gehoord. Waarschijnlijk echt zo'n hele zware mannenstem. Nog zwaarder dan nee, kan je nagaan. Ik ben al zo geweldig. Maar ja, als die mij kan pranken, kan winnen van mij. Ja, dan is dit ook gewoon zo'n prioriteit voor hem. Ja, dat is geen goed woord, denk ik. Dan is dit ook gewoon een zekerheidje. Dat moet ik beter zeggen. Hij kan het allemaal al. Hij heeft ook gewoon een hele zware stem al. Op zijn 15e mensen. Geloven jullie het zelf wel? En hebben hem nog niet eens gehoord. En hoe ziet hij dan uit? Bodybuilder. Hij zegt dat hij mij zelfs aan kan. Mij. Mij. Hier. Zo. Nou, mij. Hij komt mij gewoon aan. Mij. Serieus. Dat is echt niet normaal. Dan heb je dus echt bepaalde krachten. Als je van binnen sterk bent. Van buiten sterk. En ook met je handen sterk. En niet alleen zeg. Hij spuit erop los zeg. Als Firmino weer even een doelpunt maakt. Waar dan ook. Op mijn kanaal. Op Mars kanaal. Hij is er altijd bij. Wat een kijker zegt. Wat een abonnee. Wat een moderator. Hij is er altijd bij. En altijd is hij erbij om even een seksueel verhaaltje te vertellen. Of flink zaad te spuiten in Mark's hole. Of iemand anders hole. Het is echt een geweldenaar. Het is echt. Ja, wat kan je eigenlijk niet? Zullen we dus een keertje aan hem vragen. Kevin, wat kan jij niet? Laat even achter hier in de reacties.
Je bent echt geweldig.